voor Eurospoor 2014 in Utrecht was er een wedstrijd, een dioramawedstrijd. Maak een spoorbaantje op formaat A4, een blaadje papier dus. En het mag niet hoger zijn, de grondplaat, dan 18 mm. Ja, wat we dus hebben gedaan is alles maken met dingen van het vakblad. Het is nog helemaal uitneembaar, maar dus de tandwielen en de tandheugel, die zijn nog geprint met Ultimaker. Kijk, daar zit hij onder. En een servotje drijft ze dan aan. Ding, 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 ding. Ik zal het geluid even bijzetten. De slagbomen, de aarop, die heb ik via Shapeways. De fietser doet het weer. Gisteren was hij kapot. En dit jaar was iets bijzonders van als ik kan, laat dat beweging zien. Nou, dacht Louis en ik, dat kunnen we wel doen. Ik maak een diorama wat dingen bewegen en Louis die maakt de elektronica waarmee hij die dingen aanstuurt. Nu komt de dame. De gedachte is, je kijkt er toch alleen van voren, het is een diorama en zoals bij alle theater is het gewoon een kwestie van illusie en dingen erbij denken. Zeg maar, alles wat je ziet heb je gemaakt met digitale fabrikage apparatuur. Ja, eigenlijk wel. Behalve natuurlijk de poppetjes en zo, dat doe je niet. Maar bijvoorbeeld deze gsm-mast hierachter. Ja, ik zal het afhalen. En die is van karton. Gewoon van papier, kijk. En ik moet toch een nieuwe maken. Tekenen. Met de lasersnijder snijden. Beetje spuiten. Antennetje erop. En vast met een magneetje. Want we moeten wel overal bij kunnen. Dus, ja, kijk maar even bovenin. Dit huisje kan weg. Zit ook met een magneetje vast. En dat is dan het locomotiefje wat heen en weer rijdt. Is het voor jou speelgoed? Nee, dit is om te laten zien wat je kan. Hè, gewoon inventief.